Ja, kijk, je kunt zeggen wat je wil over Irak, maar ze weten daar wel hoe ze met de minderheden moeten omgaan. Gekke Hilbrand, dat meent je natuurlijk niet. Nee, maar meneer Balkenende, dit is wel uw minister. Ja, dit is toch onhoudbaar? Verantwoordelijk. Ja, het is volstrekt onhoudbaar. Ik kan ook zeggen, als ik gewoon even uit de school klap, dit is een van de weinige LPF-ministers waarvan ik zeg, daar zou ik heel graag weer een stekker in willen steken. Maar ja, mag natuurlijk weer niet, hè, normen en waarden. En je kunt hem niet zomaar laten vallen, want misschien heb je hem nog nodig voor het kabinet Balkenende 2, 3 en 4. Ja, want u houdt alle opties wel een beetje open, hè? Want u wordt er nu weer van beschuldigd dat u ook aan het flirten bent met links. Oh, maakt me niet uit. Ik hou alle opties open. Desnoods praat ik met Jan Marijnissen van de SP. Toch. Dat wordt wel een leuke combi. Jij Harry Potter en hij de tovenaar van Oz. Nee, die Harry Potter vergelijking hebben we de afgelopen maanden natuurlijk allemaal smakelijk om gelachen. Maar dat moet nog maar eens afgelopen zijn! Ja. Het gaat hartstikke goed met het CDA. We hebben tussentijdse verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. En we hebben dik gewonnen in Zwijnsteen. Zwijndrecht. Ja, Zwijndrecht, dat maakt het uit. Ja. Het is gewoon een hele goede indicatie voor hoe het gaat straks bij de verkiezingen voor de Geheime Kamer. De Tweede Kamer. Wat maakt het nou uit? Hou toch eens op met die Harry Potter. Is dit voor een gekkenhuis hier? Wat is er nou? Dat is een compleet lunatic asylum waar ik terecht ben gekomen. The world is on fire, Spijkerman. Ja. Wake up. Ja. Ik bedoel, waar ben je mee bezig? Ja? We gaan Irak binnenvallen en dit zit hier over Harry Potter. Wat is dat? Wie is dat? Waar gaat dat over? Harry Potter, dat is een 13-jarig jongetje met hele bijzondere gaven. Zo, hoe laat is die besteld? Goed, tot hier wil ik het laten. Dank u wel voor uw komst, meneer Balkenende. Dank u wel, meneer Oltmans. Ben jij nou voor of tegen de doodstraf? Want als je de ene dag voor bent en de volgende dag tegen, dat kan met alles, maar niet met de doodstraf. Huh? Kijk, ik ben voor de doodstraf. Juist, nou, dat zal allemaal wel niet mogen. Europa, verdragen, dit en dat, zus en zo. Maar de boodschap is duidelijk overgekomen. 43% van de mensen is het met mij eens. Yeah. Ja, dat heeft Maurice de Hond zorgvuldig berekend, dus het zal wel 70% zijn. Maar snap je de bezwaren ook, de objections? Natuurlijk, ik weet dat er kanttekeningen te maken zijn bij die doodstraf. Hè, hoe ga je het uitvoeren? Snel of langzaam? Moet er publiek bij of niet? Gaan de publieke omroepen het uitzenden of de commerciële? Gekke Hilbrand. Hoe ga je het noemen? Hoe ga je het... La 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 la.